Je kent het gewoon voldoen of niet? Je kent mij. Wie regelt het niet nou? Jij of ik? Nou, ik ben uiteindelijk wel de baas. Het huis achter mij is het prankhuis. Dit is niet mijn huis, maar dit huis heb ik gehuurd om een paar hele normale filmpjes op te nemen met bekende YouTubers. Maar wat ze niet weten, is dat ze belanden in een verschrikkelijke prank. Het slachtoffer van vandaag is Sylvana IJsselmuiden. Je kent haar wel, van Dumper. Maar wat fijn dat iedereen lekker met de deur open kan poepen. En natuurlijk als mooiste vrouw van Nederland. Hey, welkom. Dit is Michael. Hi Michael, Sylvana. Hallo. Michael is mijn sales manager. Jij zorgt ervoor dat ik geld verdien. Ja. Dus hij gaat mij de hele tijd onderbreken. Dus ik ben heel zenuwachtig, maar ik denk wel dat het heel grappig gaat worden. Wat gaan we doen? Dus ik was een bord. Foute Vrijdag heet het. En dan mag ik dus gewoon de cheapste content ever maken. Omdat hè, als we allemaal 6 proberen te gooien elke dag in december, dan gaat het niet lukken. Nee. Het is een beetje categorie Dumpert rekenen. Dus gewoon kijken en gewoon lullen waarschijnlijk. Ik doe al 2 jaar, dus het moet goed komen. Ja, dus je weet wel een beetje hoe dat dan gaat. Ik heb een bericht gestuurd naar Adriaan. Ja, ik snap je punt. Ik help je, sorry hoor. Je moet even een story maken van een zieke fan van je. Jong of een meisje, weet niet meer van 12 jaar. Noah. Wat gebeurt hier nou precies? Ik zal het even uitleggen. Namelijk, Michael geeft mij hier de opdracht om een filmpje op te nemen voor een kind die ziek is. Noah van 12. Maar Noah bestaat helemaal niet, die hebben we bedacht. Zodat Sylvana direct weet wat de verstandhouding is tussen mij en Michael. Michael vertelt mij wat ik moet doen en ik doe het. Nee, dat staat alleen maar als ziek. Ik regelmatig niet ziek. Dat is al precies wat ze heeft of hij heeft. Wacht buiten, ja, anders is het best wel lastig. Jij maakt het ziekenhuis in, dat is echt niet leuk. Dus ik wil jou eventjes supporten. Ik wil je even. Ja, het ziet er echt uit. Ik zag toch over 15 euro. Ja, sorry hoor. Ik krijg een Coca-Cola. Ik moet even een story maken, voor 15 seconden ongeveer. Komen in 6 pak blikjes Coca-Cola, vul de code in online en maak kans op een reis in Ibiza met 3 vrienden. Hi, daar ben ik weer. Dit is de eerste stap richting de sponsorship. Sylvana gaat hier ineens beseffen dat ik een soort sponsormagneet ben. Dat ik een commerciële hond ben. Maar dat doen we puur zodat Sylvana al denkt, oké, dus Kelvin moet allemaal commerciële dingen doen tussendoor. Dus vandaar. Maar ik heb helemaal geen deal met cola. Dat je het even weet. Ik moet nog een beetje opschieten. En dan gaan we weer naar anders. Ja, dat is goed. Yo allemaal, jullie maken kans op een reis met 3 vrienden naar Ibiza. Het enige wat je hoeft te doen is een sixpack cola te halen en de code op de verpakking online in te vullen en dan maak je kans. Je had één cola verkeerd genoemd, dat logo niet. Oh joh, jij kent het ook vaak. Yo allemaal, jullie maken kans. Oké. Kijk, we gaan gewoon beginnen. Hallo allemaal, ik ben Calvijn zoals je misschien weet en het is nog steeds Calcember, de maand waarin ik elke dag upload. Weet je wat we vandaag gaan doen? Ik mag een kaartje trekken. Hier staan allemaal onderwerpen op voor filmpjes. Ik kies geel, de kleur van het zonnetje. Oh, maar het is kerst, hè? Ja. Het is helemaal geen zomer. Oké, we filmen dit in fucking september. Dat zijn allemaal woorden die je niet mag zeggen als je super interessant wil blijven voor adverteerders en voor sponsors. Maar ik scheld nog wel eens. En dat doe ik hier ook. Michael, de manager, is natuurlijk degene die mij even moet vertellen dat het niet mag. Ik moet braaf blijven. Ik moet family friendly blijven. En die gaat me dus de hele tijd onderbreken. Super irritant, maar wel geloofwaardig, denk ik. Niet lachen, challenge. Hoi, yo. En wat kun je winnen? Totaal niks. Yay! Dit zijn 2 neppe tieten. Let op. Oh. Neppe tieten kan wel gewoon. Nee, moet je helemaal niet gebruiken. Neppe tieten? Kijk dan. Het zijn, dit is een bijzonder lichaam. Mag ook geen seksgrapjes maken dan, hè? Jawel, jawel. Oh, oké. Zijn het niet grof is? Ja, van mij mag het. Dat sommige vrouwen dit water gebruiken in hun waterbed, omdat dan de mossel eindelijk open gaat. Kelvin, ik moet even kledingwissel doen. Dat is ons voor Adidas. Wat? Je moet even een prijspakket winnen voor Adidas, omdat je dat nou meteen wil doen. Dus als je even andere kleren aantrekt van Adidas. Nu wordt het ongemakkelijk. We moeten namelijk alles wat we gefilmd hebben opnieuw filmen, omdat ik blijkbaar een Adidas outfit aan moet. En nu wordt het echt ongemakkelijk, want Michael gaat Sylvana vragen of ze misschien ook een petje op wil doen. We hebben ook nog een bed geregeld. Een petje, niet twee petten.
Oh leuk, misschien dat Sylvana ook eentje opzetten, is wel grappig, dat is wel leuk voor Adidas denk ik. Nee, die gaat nog niet opzetten. Ik ga een bed opzetten. Ik krijg een knot. Dat kan toch wel. Oh, met z'n tweeën is gewoon een Adidas bed. Nou, die past denk ik even. Ja, zij heeft een knot, maat. Zij is ook... Dat is een beetje stom. Ja, ik vind een beetje los, dat past niet uit. Maar ik heb wel dan de hele tijd gewoon de North Face, hè. Oké. Okay. Het is wel een concurrentie. Ja. Maar dit is niet, je dacht niet, ik zeg het even wat eerder. Kan gebeuren. Doe het echt in elke, want anders doe ik het gewoon in een paar andere. Want ik vind het nu gewoon gaar om weer opnieuw die soort gaar. Nee, ik moet echt aan het begin. Ja, maar nu moet ik wel, kijk, ik vind het gaar dat wij dat nu weer een soort van die hallo, we zijn er weer moeten doen. Ja, je kunt het al spelen of niet? Nou ja, ik vind het wel best wel gaar. Ja, maar het maakt niet uit, gewoon doen, kom op. Goeie sponsor. Ik vind het erg om even hoi te zeggen. Nee joh, tuurlijk niet. Okay. Dat hoort erbij. Yo allemaal, mijn naam is Calvijn. Zoals je weet, het is nog steeds Calcember. De maand waarin ik elke dag moet uploaden. En dat doe ik voor jullie. Het is Foute Vrijdag, dames en heren. De dag waarin ik mezelf ervan afmaak met fucking makkelijke content. Ja, okay. Dat is niet zo... De dag waarin ik me... Ja. De dag waarin ik me ervan afmaak met kaulo makkelijke content. En dat doe ik door middel van deze kaartjes. Jij mag kiezen. Ik kies de gele, want dat is de kleur van de zon. En de zonneschijn is vrolijk. Ja, een challenge. Challenge? Nou, we mogen niet lachen. Here we go. Here we go. We zijn even aan het kijken. Moet dat halverwege? Dat moeten we nu doen, hè? Zal ik dat meteen gewoon even doen dan? Want dan is ja, het klaar. Dat is wel handig. Ik heb geen samenwerking met McDonald's, maar het is tijd voor de grand finale. Het moment dat ik oude McDonald's moet gaan wegvreten en moet gaan doen alsof het lekker is. Sylvana gaat me vragen of ze ook wil wegeten en of ze het ook wil doen alsof het lekker is. Hoe ze daarop gaat reageren, ik weet het niet. Het enige wat ik weet is dat dit koud is, dat we dit 5 uur geleden hebben opgehaald en dat je hier niet vrolijk van wordt. Ja, maar wel ook wel. Ja. Doen. Deze uitzending wordt onderbroken door het sponsormomentje van vandaag. McDonald's. Het Mac-moment. Wat was de gedachte erachter? Gewoon dat het chill. Ja, gewoon even stomme maken. Gewoon even wat vertellen erover hoe je lekker dit vindt. Dat is heerlijk. Heerlijk. Oké, dus ik moet gewoon even dit... Maar het is echt helemaal koud. Ja, gewoon even bang. Ja, gewoon even stomme maken erover hoe je lekker vindt. Je moet ook een story maken. Ja, gewoon even. Misschien heel Sylvana ook. Misschien samen met z'n tweetjes. Ja. Wil je? Dacht ik. Oh, lekker. Dat is koud. Ik zorg altijd goed voor mijn gasten. Vandaar dat Sylvana ook even mee eet. Ja, heerlijk. Het is wel echt lekker. Wat is de boodschap dan? Gewoon geen verder geen... Ja, gewoon dat je gewoon McDonald's eet en dat je het gewoon lekker vindt. Als jullie die hamburger opeten, zou het fijn zijn in ieder geval. Moet hem helemaal weg. Ja, ik ga hem wel weg. Eet maar door, joh. Ja, ik zie je kijken dat je niet... Jij weet wat die klant wil, maar ik ga niet dit... Heb je die Big Mac al geprobeerd? Nee, die heb ik nog niet open gehad. Maak anders die Big Mac nog even open. Martine, het was toch gewoon, we moesten gewoon even Mackie eten en dan weer verder met de video? Ja, maar ik denk dat je wel even alles of alles voor moeten eten, denk ik. We gaan toch niet elke video alles eten? Gewoon even alles, want ik ben... Ja, dat vergeet toevallig. Ja, dat is heel... Nee, maar ga, want zij weet sowieso, want ik dacht dat zij het van de hoogte was gebracht, maar niet dus. Nou, dit is nu sowieso wel goed. Dat was zeker ook nee, wel. Ik wil gewoon dat je nog wat meer gaat eten. Even de Big Mac nog eventjes gaan eten. Maakt niet uit dat het wel niet koud is. Als het niet goed is, dan kunnen we altijd achteraf nog. Nee, ik wil dit nu gewoon doen. Nee, ik ga het niet doen. Maar ik ga dit niet doen. Wil jij het alsjeblieft ook doen? Nee, ik zweer, je gaat sowieso ook niet haren mee. Maar je gaat niet haren in meenemen, dat is sowieso kut. Dat is eigenlijk niet zo moeilijk. Als je dan gewoon doet wat ik zeg, dan is het... Misschien kunnen we een middenweg vinden, jongens. Maar je moet je er wel lekker bij voelen. Hoe voel jij je erbij, man? Want... Ja, nou ja. Ja, lieverd, het is jouw video, hè? Niet die van mij. Maar je moet wel doen waar jij gelukkig van wordt. En wat je zegt, als je een kijkers het niet leuk vindt, dan wordt het je ook. Nee, maar fuck it, ik ga het niet doen. Ik heb sowieso ook tegen... Nee, ik ga het niet doen. Ik ruim het voor nu op. Je snapt toch zelf dat dat niet kan, Michael? Ik ben bezig om geld te verdienen voor je. Ja, en voor jezelf, maf Kees. Uiteindelijk ook voor mezelf. Ja, dat snap je? Maar. Dus maar je kan mij niet laten hoereren over een minuut video. Hé, wat? Op normaal tempo praten. Ja, maar jij kan geen laagje opbouwen normaal. Je kent dat gewoon van doen of niet? Nee, je kent mij. Wie regelt het niet nou? Jij of ik? Nou, ik ben uiteindelijk wel de baas. Ik wil dat je het gewoon nu gaat eten. Nee, dat gaan we niet worden. Maar ik ben een zwarte man. Doe maar, jongens, het zelf wel anders. Weet jij wat die deal is, Martine? Het is mijn elke video. Deze guy, jongen, ik zweer het. Ja, sorry hoor. Nee, daar kun je niks aan doen. What the fuck, hè? Deze guy? Ja, ik weet niet, jij hebt ook al sponsorship, maar dit is toch... Ja, nou ja, als hij per se nog een paar shotjes wil dat jij eet,
van. Maar als je het toch niet gaat gebruiken. Even, wat de fuck is nou aan het doen? Nou, even naar buiten, misschien even een breakie. Hey Sylvana! Oh jee! Oh, ik heb het gelacht! Oh nee, wat is er nou, liefje? Ja, ik ben een beetje gevoelig voor van die spanningen. Oh nee, schat. Wat was het net? Je was zo lief de hele tijd. Je was zo lief. Echt zo, ja, middenweg en shit. Oh my god. Wat gemeen. Oh. Ik ben wel een goede grap. Oh my god. Ik ben nog nooit in mijn maling genomen. Maar we moeten we helemaal geen dingen opnemen. Nee, dit is het. Het spijt me. Ik kan er wel weer om lachen. Oké, gelukkig maar. Ja.